vrije trap zelf. En daar is de score door Maximov. Maximov. Hij deed het al vaker. Juri Maximov. Al 3 keer in de 4 voorrondewedstrijden. En nu doet hij het weer in de 33e minuut in Eindhoven. Het is 6 minuten voor de rust. Muur krijgt niet de gelegenheid om te smokkelen van de Noorse scheidsrechter. Achter de bal Wim Jonk. En? Ja! Dat is nodig en dat is dus lekker. Vanaf de andere kant gezien, even zo. Het is ook goed voor Wim Jonk. Vier punten voorsprong en nog een wedstrijd te goed. Dynamo kan dus alles zetten. De Champions League, die ook de zo broodnodige inkomsten oplevert. Om deze spelers zo lang mogelijk daar te houden. Kiev. Dan PSV met Jonk. Altijd die man van de paas die voorrang krijgt, Khalid Vintsev. Kosovski en Ribrov. Oh, daar gebeurt het weer. En het is zo stereotyp. Paas van Khalid Vintsev. Doorkomen aan de linkerkant van Kosovski, de vleugelverdediger. En het inkomen voor de directe tegenstander van de spits, Rebrov. Met zijn 3e treffer in deze Champions League. Maar je kan het van tevoren uittekenen. En toch kan PSV het gevaar blijkbaar niet bezweren. En meteen na rust opnieuw achterstand. Hoe lang nog? En in hoeverre blijkt PSV nu met nog een counter van de Oekraïners met Shevchenko. En die scoort nog. En doet zijn reputatie op de valreep ook nog weer aan in het eindsignaal. En de Oekraïnse bank loopt leeg. Om de doelpuntenmaker Andrei Shevchenko te feliciteren. Van 17 meter raakgeschoten. Maar dan is het dus gedaan voor PSV. Dat toch min of meer met open ogen in het mes is gelopen. Want alle 3 de treffers waren stereotyp voor het spel van Dynamo Kiev. En PSV blijkt dus defensief, in ieder geval deze avond, daar niet scherp genoeg op geweest te zijn. Om dan ook maar te zwijgen van de stootkracht voorin, want PSV heeft maar weinig echte kansen uitgespeeld.